Men had overigens een nieuw stuur. Handig voor de coureurs ook, de plek voorop. Daar staat het o zo lange circuit van Spa. Het is helemaal nieuw. Ze hebben een nieuwe display met aan de bovenkant daar de lichtjes wanneer je moet opschakelen. De gewone lepels achter het stuur met onderaan de koppelingshendel. De gele komt daar bovenaan, die is voor drink, voor als ze wat zouden willen drinken. De blauwe is belangrijk voor de pagina's, dan kunnen ze scrollen. Die groene is voor als ze spinnen, bam, douwen ze erop, staat die in één keer in zijn neutraal. Aan de linkerkant, de rode knop aan de onderkant, is voor de achteruit. Als je achteruit wil, moet je die knop inschakelen. Daar is de blauwe ook weer voor de pagina's, net als degene aan de andere kant. En de witte knop bovenin, die heet talk. En dat is gewoon de radio, die moet je induwen. Dan hebben ze nog twee reserveknoppen aan de buitenkant zitten. Voor het geval er eentje uitvalt, die kunnen ze dan weer via de computer voorkiezen. Dat is een nieuw stootkussentje, zeg maar een soort klein airbagje. Hij springt niet open, maar in geval van een crash helpt het wel.